ben dat niet met je eens, want als je kijkt naar onze jongeren, de Jonge Democraten, dat is op dit moment een van de grootste partijen. Het zijn er bijna 4000. En ik merk dat jongeren wel degelijk mee willen doen. Alleen politici moeten op een moderne manier dat doen. Wij zetten bij de Europese verkiezingen, maar ook nu bij de gemeenteraad, erg in op internet. YouTube-filmpjes, Twitteren, webblogs, videoblogs, alles gebruiken we. Ik zal niet zeggen dat ik de oplossing voor vergrijzing en krimp heb, maar ik heb aangegeven dat ik vind dat er veel meer rijksbeleid ook op de regio, zoals Oost-Groningen, delen van Limburg en delen van Zeeland, gevoerd moet worden om van de krimp een kans te maken. We hebben dat jarenlang gedaan bij achterstandswijken en nu zou ik vanuit een positieve houding dat er ook kansen liggen door juist met lagere prijzen, met een beter aanbod, een alternatief te zijn. Volgens mij hoeft Zeeland zichzelf, kan niet het prima verkopen. Maar ik zou zeggen, klaag er zo min mogelijk over en ga uit van kracht. Zo'n drugsbeleid, ook voor deze provincie belangrijk. Wij vinden dat dat uit het donkere hoekje moet worden gehaald waar het nu in zit. Maar dat we gewoon realistische politiek daarop moeten bedrijven. En niet juist een provincie als deze in de problemen moeten brengen door dat half-half beleid. En een harder aanpakken zorgt alleen maar voor een verplaatsing van het probleem. Dus Den Haag moet juist helpen om dit op te lossen.